Dag allemaal, vandaag gaan wij bananenbrood maken. Het wordt voor mij ook de eerste keer dat we bananenbrood gaan maken, dus ik ben benieuwd. Ik ken het van de rest niet. Ik heb dit recept gekregen van Onisamurai6. Ik zet zo meteen haar link in de beschrijving. En dan hoop ik dat jullie haar een keer gaan volgen. En kijken op YouTube wat voor lekker zij gaat allemaal gaan maken. Nou, we gaan even over naar de ingrediënten. De ingrediënten zijn... Juist draaien. We hebben nodig 150 gram bloem. 2 theelepels bakpoeder. 1 theelepel kaneel, beetje zout, klein snufje, 50 gram suiker, 2 eieren, die moet ik nog pakken, en olijfolie, die staat nu nog op de vuur, want ik heb normale boter op dit moment. 3 rijpe bananen, die heb ik hier liggen geprakt en al. Ik gooi nog een beetje aroma met amandelsmaak er doorheen. Ja, en dat is de basis voor dit recept. En dan gaan wij beginnen. Nou, we beginnen met de bananen. Die heb ik al geprakt. Als dit klaar is, dus als jij de bananen geprakt hebt en ze zijn goed, dan beginnen wij met de suiker en de kaneel toe te voegen. Ja, dus de suiker. Dan pakken wij de kaneel. Daar halen we gewoon 1 theelepeltje uit. Moet wel genoeg zijn, denk ik. Altijd leuk. Nou, dan gaan we dat een beetje mengen. Hierna pleuren wij de 2 eieren er doorheen. Dit is, by the way, een basisrecept. Je kunt alles toevoegen wat je nog wil. Als jij bijvoorbeeld zegt van ik wil... Nou, noem eens wat. Nootjes er doorheen hebben, dan kan dat. Dan kun je gewoon bij deze troep de nootje doorheen flikkeren. Nou, dan pleuren wij 1 ei. Je kunt dit ook met een mixer doen. Ja, geen zin in. Zijn we hou er niet van, maar plakken er een andere. En dan gaan we weer mixen. Dan gaan we hierna de bloem en de bakpoeder doorheen gooien. Ik heb geen zeef, maar het wordt wel aanbeholen om het te zeven. Zodat je ook geen klontjes krijgt. Nou, pakken even de bloem. Die pleuren wij erbij. En pakken even de bakpoeder. Nou heb ik hem al meegenomen. Bij die cake was ik het vergeten. Twee theelepels. Omdat ik het bij de cake vergeten ben, heb ik gelijk een lading opgehaald. Het zal me niet weer gebeuren, denk ik. En wordt dan een mooie tering sowieso. Je moet het nooit te lang knoppen, want dan wordt het te stevig. Koud en warm. Eieren gaan gelijk schift aan zijn werk. Ik zal gelijk een beetje zout erbij gooien. En een snufje. Die gaan we gewoon doorscheppen. Je kunt het uiteraard gewoon met een pannenlepel doen. Je kunt het ook met een garde doen. Ja. Ik had die vork toch al nodig voor de bananen te pakken. Ik zou bijna denken dat ik daarvoor boter heb. Ik zeg er tegelijk bij, je hebt heel veel recepten van dit, van deze bananenbrood. Als je alleen maar gaat kijken naar een recept voor bananenbrood, dan zie je alleen al 23 verschillende recepten. Dus ja, dan moet je gewoon eentje uitzoeken die jou zal bevallen. Bakbleek. Ik heb hem ingesmeerd en ik heb er bakpapier in gegooid. Dan gooien we dit mengsel erin. Dat is zo oud, dus hier ook nog wat. Zoals ik al zei, ik ken dit niet. Ik weet nog god niet hoe het smaakt. Ik weet echt niet of het lekker is. Daar komen wij hierna wel achter. Het is niet veel, dat is het enige wat zeker is. Dus doet die pakken. Ja, ik haal deze hoekjes zo. Als het klaar is, kunnen we zo uittrekken. Dat pleuren wij met de oven. Hij gaat in de oven van 45 minuten op 180 graden. Dus mocht hij klaar zijn op 180 graden, 45 minuten, dan kun je met de satéprikker kun je er gewoon even invoelen. Hetzelfde als een normale cake. Is hij graag, komt hij er schoon uit. Is hij niet graag, dus komt hij niet schoon uit. Dan verleng je de tijd even met 5 minuten. En dan zie ik jullie over 3 kwartier weer. Zo, nou, hij is uit de oven. Ik heb hem een kwartiertje ongeveer laten rusten. Hij is nog steeds wel. Op de klauwen. Maar het ziet er leuk uit, dat zou ik moeten zeggen. Kijk maar eruit kijken. Echt die benaderen. Ik heb echt zo mijn twijfels hierover. Hè. Of het is heel lekker, of je pleurt alles in de prullenbak. Het is echt één van die twee. Hij is niet echt gerezen, moet ik zeggen. Steeds heet. Nee, je ziet stukjes bananen doorheen. Het begint al een beetje stevig te worden. Ook verzenen. Eveneens. Zeg, mooie structuur. Ik ben echt zo benieuwd, hè. Nee, ik kan je zeggen, het is niet iets wat ik heel vaak gegeten heb. Het is heel erg wennen, moet ik zeggen. Maar het smaakt op zich wel. Dus nou, mochten jullie een recept namaken, laat me eventjes weten via de comments. En dan hoop ik dat het, als jullie maken, dat het smaakt. En dan spreken we elkaar later weer. Later.